En in het kader van 51 jaar televisie in Suriname heeft de STVS in samenwerking met de organisatie Mental Health een eendaagse mediatraining voor mediawerkers georganiseerd. Het thema was ingrijpende gebeurtenissen tijdens het werk. Verschillende deskundigen zijn onder andere ingegaan op de onderwerpen depressie en angstklachten, reactie op stressvolle gebeurtenissen en trauma. De psycholoog Raj Jetnanan Singh sprak over de vormen van conflicten op de werkvloer. Hij zei dat we elkaar moeten helpen en eerlijk naar elkaar moeten zijn om deze conflicten op te lossen. Herken het conflict. Erken het conflict. Weet ook wanneer jij fout bent. Hè? Ontdek het probleem en maak een keus. Ga in gesprek. Ga niet die arrogantie aanhouden dat die persoon naar mij toe moet komen. Begin het voorbeeld zelf maar te geven. Zorg voor een gezamenlijke oplossing. Dat is wel eens de makkelijkste protocol om tegen conflict aan te kunnen kijken. Iets uit het bedrijfsleven. Zijn de beoordelings- en functioneringsgesprekken goed genoeg om ruis tussen personeelsleden op diverse afdelingen te kunnen bespreken, om te kunnen weten waar eigenlijk de conflicten in mijn bedrijf zijn, tussen de afdelingen of tussen de personen, zodat ik er wel wat aan zou kunnen doen. Hoe accuraat zijn de functiebeschrijvingen? Omdat wel eens conflicten kunnen ontstaan doordat men zelf ook niet weet wat ik eigenlijk zou moeten doen. Ik heb nooit een adequate functiebeschrijving gehad, of die functiebeschrijving die ik heb gehad was van 2010. Dus de psycholoog Dr. Anders Raj Jetnanan Singh, hij sprak vanmorgen tijdens het eendaagse seminar voor mediawerkers. De trainingsdag is georganiseerd door de STVS in het kader van 51 jaar televisie in Suriname en is gehouden in de trainingszaal van de PCS aan de Letitia Vries de Laan.